Weinig Android-telefoons waren vorig jaar zo succesvol als de Samsung Galaxy A52. Nu is de opvolger de A53 en we vragen ons af of die net zo goed is en populair kan worden als zijn voorganger. Tijd voor de review dus. Als je de A52 en A53 naast elkaar legt, zie je heel weinig verschil. De schermranden zijn bij de A53 wel iets dunner, maar dat is eigenlijk niet noemenswaardig. Wel is de A53 compacter en een fractie dunner dan zijn voorganger, maar ook hier zijn de verschillen heel erg klein. De behuizing is van plastic, maar daar merk je in de praktijk weinig van. De achterkant voelt bijna aan als die van de Galaxy S22, die een dure glazen achterkant heeft, en het camera-eiland loopt bij de A53 erg mooi uit de behuizing. Minder fijn is dat de koptelefoonaansluiting ontbreekt, want bij de A52 en de iets nieuwere A52S zat die poort er wel. We zien vaak bij dure Android telefoons dat daar die poort wordt weggelaten, maar bij midrangers zoals de A53 eigenlijk niet. Dat is dus wel een minpunt. Samsung staat bekend op zijn goede schermen en de Galaxy A53 is wat dat betreft geen uitzondering. Het 6,5 inch OLED scherm heeft een hoog contrast, prima zwartwaarde en toont kleuren heel erg mooi. De helderheid is trouwens iets hoger dan bij de A52 en dat is weer handig voor zonnige dagen. De resolutie van 2400 bij 1080 pixels zorgt ervoor dat alles er lekker scherp uitziet. En dat is trouwens een 120 Hz scherm en daardoor kun je weer genieten van een heel erg vloeiend beeld. Het is ook mogelijk om het scherm op 60 Hz in te stellen, maar dan zien beelden er veel stotteriger en wat langzamer uit. Dus dat zou ik niet zo snel doen. De Samsung Galaxy A53 heeft een nieuwe processor, maar gek genoeg doet de telefoon daarmee een stap terug in plaats van vooruit. Het toestel is langzamer dan de A52S van vorig jaar en ook is hij qua snelheid niet veel beter dan de allereerste A52. Of de Samsung A53 een langzame telefoon is, ligt vooral aan je gebruik. Als je veel multitask en de hele dag bezig bent met je telefoon, dan zul je best wat haperingen zien. Bij normaal lichter gebruik is de A53 gewoon een vlotte smartphone. We maken ons wel een beetje zorgen over de prestaties na een paar jaar gebruik. Want we weten dat Android-telefoons na verloop van tijd langzamer worden. Maar hoe dit precies uitpakt voor de A53 is moeilijk te voorspellen. Vorig jaar bracht Samsung twee versies uit van de A52. Eentje met 4G en eentje met 5G. Dit keer is 5G gelukkig de standaard en heb je dus standaard ter beschikking over het nieuwe snelle internet. Daarnaast kies je wederom uit 6 of 8 GB aan werkgeheugen en 128 GB of 256 GB aan opslagruimte. Samsung hanteerde bij de A52 al een prima updatebeleid, maar dit jaar gooit het bedrijf er nog een schepje bovenop. De A53 draait uit de doos op Android 12 en krijgt maar liefst 4 grote Android upgrades. Dus je kunt sowieso rekenen op Android 13, 14, 15 en 16. Daarnaast voorziet Samsung het toestel maar liefst 5 jaar van beveiligingsupdates, waarmee bijvoorbeeld hackers buiten de deur worden gehouden. Dat zou voor een high-end vlaggenschip al erg goed zijn, maar voor een middenklasse zoals de A53 is het helemaal uitstekend. De software is verder precies wat je van een Samsung-telefoon zou verwachten. De One UI-skill, die standaard op elke Samsung-telefoon staat, past Android behoorlijk aan, maar is wel fijn in gebruik en ook overzichtelijk. We hopen wel dat Samsung in de toekomst wat minder eigen apps meelevert. Want de Google-applicaties zijn al goed genoeg en al die Samsung-alternatieven zijn niet echt nodig. Op cameragebied is er niet zoveel veranderd. Sterker nog, de Galaxy A53 heeft precies dezelfde camera's als zijn voorganger. We zien dus opnieuw een 64 megapixel hoofdcamera, een grote lens van 12 megapixel, een 5 megapixel macrocamera en nog een dieptesensor. Samsung heeft wel softwareverbeteringen doorgevoerd die ervoor moeten zorgen dat foto's mooier zijn, vooral bij weinig licht. Nou klopt ook wel dat als je in het donker foto's gaat maken zijn ze wat scherper, al zie je soms alsnog wat onnatuurlijke kleuren. De portretmodus is er volgens Samsung ook al vooruit gegaan, maar daar hebben we helaas weinig van gemerkt. Zoals je op de voorbeeldfoto ziet, heeft de telefoon soms moeite om de volledige achtergrond mooi wazig te maken. Dan is er ook nog de groothoeklens, die is zowel beter als slechter dan de hoofdcamera. Beter in de zin dat kleuren wat natuurlijker zijn, want de hoofdcamera heeft de neiging om kleuren wat over de top vast te leggen. Wel valt op dat de foto's die je maakt met de groothoeklens wat minder gedetailleerd zijn. De randen zijn bijvoorbeeld wat minder scherp, maar ook in het midden oogfoto's een beetje soft. De batterij van de Samsung Galaxy A53 is met 5000 mAh fors groter dan het exemplaar in de A52. Over de accuduur hebben we dan ook weinig te klagen. Ben je niet zo'n zware smartphone gebruiker, dan moet het lukken om 2 dagen zonder opladen te doen. Ben je wel een intensieve gebruiker, dan moet je alsnog erg hard je best doen om de telefoon in 1 dag leeg te krijgen. Net als bij de dure Galaxy S-telefoons levert Samsung geen oplader mee bij de Galaxy A53. Je krijgt alleen een USB-kabeltje en moet de stekker dus zelf regelen. Houd daar dus rekening mee als je van plan bent om de A53 aan te schaffen. De Samsung Galaxy A53 is net als zijn populaire voorgangers een goede smartphone.
Het toestel heeft een mooi scherm, een uitstekende accuduur, hij ziet er mooi uit en ook prima camera's. Desondanks vinden we de A53 niet per se veel beter dan de A52S. Je krijgt bijvoorbeeld geen koptelefoonaansluiting, geen oplader en de processor valt behoorlijk tegen. De telefoon mag er wel jarenlang updates krijgen, maar dan moet hij ook al die jaren snel blijven. En daar twijfelen we eerlijk gezegd een beetje aan. Daarom vinden we het geen slecht idee dat als je overweegt om de A53 te kopen, ook te kijken naar zijn voorganger. De A52S is sneller, goedkoper en doet er op andere punten weinig onder voor de gloednieuwe A53. We zijn erg benieuwd wat jij van de Samsung A53 vindt, dus laat het eventjes weten in de reacties hieronder. In de beschrijving hieronder vind je een link naar de geschreven review waarin je nog veel meer informatie vindt. Bedankt voor het kijken, like deze video ook eventjes en vergeet je natuurlijk niet te abonneren op het YouTube kanaal van Android Planet.